De wetenschappers van de Antonocom Universiteit van Suriname, ADECUS, krijgen een salariscorrectie van tussen de 80% en 100%. Dat vertelt Dennis Wip, voorzitter van de vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname, VWPU. Dat betekent ook dat de leden gestopt zijn met het voeren van actie, waardoor de colleges op het Wetenschappelijk Instituut na 3 weken hervat konden worden. Wip zegt dat het akkoord tussen het universiteitsbestuur en het VWPU afgelopen zondag is bereikt en getekend. Vice-president Ashwin Adin en minister Lilian Verrier van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur waren ook aanwezig. Maar als je dat zo hoort, tussen 80 en 100, denk je dat het een heleboel is. Want daar gaat af vanaf pensioen, dat is 10%, 4% SZF. 4% AOV, dat zijn 18% ervan af en dan nog 38% belasting. Dan kom je op minder dan 50% of rond de 50%. Zijn jullie tevreden voor dit moment? Voor dit moment zijn we tevreden, ja. Het is geven en nemen, het is onderhandelen. En ik denk dat we een goed resultaat bereikt hebben. En dat de leden van de vereniging daar content mee zullen zijn. Wat zou een ideale loon voor een wetenschapper op de universiteit moeten zijn? We weten dat de wetenschappers al jaar in jaar uit slecht worden betaald. Als je kijkt naar de regio en daarbuiten, dan is het zeker zo dat we niet geweldig betaald worden. Maar binnen de Surinaamse omstandigheden moeten we kijken. Dan zeggen we dat het beter kan, maar gezien de omstandigheden, daar is het hele gebeuren om geweest, de acties om te bekomen dat we toch een beter loon krijgen. Een van de grote redenen van de actie op de universiteit had te maken met het beginsalaris van een docent op het VWO en dat van een universiteitsdocent. De leerkracht op het VWO verdiende namelijk 1000 SAD meer dan een docent van de universiteit. Het is op dit moment zo dat het iets beter is. Het is niet heel veel beter, maar het is in ieder geval zo dat de docent op de universiteit iets meer verdient dan een leraar op PUO-opleidingen. Zou u in klasse kunnen uitdelen wat een leraar of een wetenschapper op de universiteit nu verdient en wat ze zal verdienen in de toekomst? Er zijn categorieën. We hebben 4 schalen. Schaal 5, schaal 4, schaal 3, schaal 2, schaal 1. Schaal 1 is voor de professoren. Schaal 2 is voor gepromoveerden die aan een tijd bezig zijn. Schaal 3 is voor hoofddocent. Schaal 2 is voor lectoren. Laat me het anders zeggen. Schaal 1 is voor professoren, de lector magnus. Schaal 2 is voor lectoren. Schaal 3 is voor hoofddocenten. Schaal 4 is voor algemeen docent. En schaal 5, dat is voor de laagste verdiener. Dat is de adjunct wetenschappelijk medewerker. En die categorieën, uiteraard, loopt het salaris op van schaal 5 naar schaal 1 toe. De professor verdient uiteraard heel veel meer dan een beginner. En dat is ongeveer een verhouding 1 staat op 2,79. Dennis Wip, voorzitter van de vakvereniging Wetenschappelijk Personeel van de Universiteit van Suriname, VWPU, tegenover onze nieuwsdienst. De acties op de universiteit zijn vanmorgen per direct opgeheven.